dit is Koeri. Koeri, zeg eens even gedag tegen het vlog. Jelle Geers, of zag ik Jelle Geer? Jelle is geen Jood, maar hij zit op zijn papier. Ik kies op bestaan van meer dan een half jaar. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik sta alweer in de lift, want ik ben onderweg naar de studio. Want ik ga nu een nummer opnemen en ik heb er hartstikke veel zin in. En ik heb nieuwe schoenen aan. Jongens, het is zonnig buiten, maar echte mannen zitten in de studio en maken muziek. Ach, ach, ach. Jongens, we zijn een tune aan het maken. Dit is bizar. Dit is bizar. Toch? Dit is bizar. Oh jongens, wij zitten lekker hier. Lekker bro, good shit. Ik wil deze 100% hebben man. Ja man. Ik vind het ook wel cool. Kook. Ja, ik moet hem gewoon gaan uitmixen man. Ja. En dat kost me wel even een half dag. Dus, dat is prima. Jij hebt je werk gedaan. Ik heb lekker achterover in de stoel zitten. Lekker achterover in die stoel zitten. Ik moet zeggen jongens, het was vandaag een productieve dag. Ik ging van 12 tot nu. Volgens mij is het nu iets van 6:30 zijn we de studio in geweest. En we hebben 2 nummers gemaakt. Gewoon 2 hele demo's. Dus dat is echt heel erg nice. En het zijn ook echt hele leuke nummers. Compleet anders. De een is best wel poppy en de ander is een beetje... ja, opposite stijl zeg maar van vroeger. Maar het is echt heel erg dik geworden. Ik had ook een leuke connectie met die guys. Dus wellicht ga ik vaker met de muziek maken. Maar dit was echt al... dit was echt al heel nice. 2 lijpe nummers gemaakt. En en nu moeten we helaas ook minder leuke dingen doen zoals tanken jongens. Het is eigenlijk echt niet leuk hè jongens. €125, ongeveer 3 keer per week, 4 keer. Het is echt vreselijk. Klein voorproefje dan. Komt ja, komt die dan. Dit heb ik net gemaakt. Van mijn vrienden, ja die zeiden dat. Deze chick voor mij niet de juiste was. Dat ik het anders zag. Ik sla mijn oren en gedachten af. Hoorde niks horen tot je mij een reden gaf. Nu ben ik weer terug bij af. En het is duidelijk. Wat zeggen wij zo beter moeten luisteren. Maar dat deed ik niet. Nu zit ik op de baren. Gevormd door jouw daden. Loop ik in het duister. Het is nu duidelijk. Laat maar eventjes weten in de reacties wat jullie ervan vinden. En ik ben er zelf blij mee. Ik vind het een leuk nummer. Even wat anders dan anders. Maar ik ben er blij mee. Laat maar weten in de comments. En als je toch bezig bent met dingetjes in de comments zetten, druk ook eventjes op die abonneerknop. Want nog steeds heel veel mensen zijn niet geabonneerd, maar kijken wel naar mijn video's. Dus ben jij zo iemand? Druk even op de abonneerknop. Zou ik leuk vinden. Dankjewel. Jongens, als ik straks boven kom, is er iets heel erg moois veranderd in de woonkamer. En jullie gaan het in het volgende shot zien. Ho, kijk eens even. Er hangen gordijnen. Hey, dit is goed gefixt, hè? Goed, hè? Maar hey, weet je het wel grappig is? Het ziet er nu opeens veel kleiner uit. Klein, hè? Ja? Mooi compact. Ja, het is gezelliger. Ja, ook gezelliger, maar ook kleiner. De tv-scherm nu overdag zien. Ja? Oh, jongens, dit is wel echt top, jongens. Van die hele mooie, dunne, doorschijnende gordijntjes. Dit is echt top. De oom van Willem die heeft het opgehangen, dus... Wat fijn. Wat een fijne man is het ook. Gaan we hamburgers eten? Ja. Goh, wat een dag, hè? Wat een dag. Komt al tijd, boven al gedaan. Ja, het is echt ideaal, jongens. Hoe was het serieus, Jesse? Ja, ging goed. Ik ga jullie straks laten horen, jongens. Heb je Rotjoch bedankt of niet? Hè? Ja, Rotjoch, sowieso bedankt. Was het zomersessie? Zo, het ziet er dik uit, hè? Holy shit. Jongens, jullie zien mij nu niet, maar ik ben net terug van sporten en het is momenteel 11:30. Maar eventjes kijken, hoor. Kijk, jullie zien het nu niet, maar komt-ie. Hey Google, doe alles in de woonkamer aan. Goed, 4 dingen aandoen. Oh, jongens, dit ziet er wel echt lekker uit hoor zeg. Oh ja, het is echt veel mooier. Maar wat lekker is, je ziet ook nog zo de lampjes er doorheen aan die kant en hier ook. Het is echt heel nice. Ik ben echt heel erg blij met dit gordijn. Weet je wat het is? Het maakt het ook gewoon veel knusser het huis. Want als je gewoon nu zo kijkt, is het gewoon veel gezelliger ook. Stel, we zouden op de bank gaan zitten. Het is gewoon... net even wat warmer, het geeft het meer sfeer. Ja, echt top. Een hele goede morgen jongens en meiden. Wat een dag, hé. Het wordt vandaag 27 graden. Het is vandaag buiten lekker weer, zonnig, 27 graden. Maar ik merk het nu al, jongens, mijn hooikoorts, jongens. Het is echt, het is echt bizar, maar goed. We moeten ermee leven. Ik heb net lekker een neusspreetje gedaan. Dat werkt bij mij trouwens meestal wel. Sommige mensen zeggen van neusspray werkt juist nooit. Bij mij werkt het wel. Pilletjes werken bij mij ook. Alleen wat ik heb, bij pilletjes word ik, ja, van die pilletjes word ik altijd echt heel erg moe. En daar heb ik geen zin in. Want ik wil niet de hele dag moe zijn. Maar goed,
We gaan de auto in. Het is momenteel 9:30 en ik zit in de auto onderweg naar opnames voor SchoolTV. En het is wel grappig, want SchoolTV, dat keek ik vroeger ook. Dat was gewoon, ja, SchoolTV is gewoon wat je op school kijkt. Het zegt al genoeg eigenlijk, SchoolTV. Maar het is een soort van klein opnametje. Volgens mij hoef ik er maar 2 uur te zijn. En dan gaan ze vragen stellen over mijn favoriete vakantiebestemming. En dat gaan ze, maar dan een soort van, ja, meer educatief. Dus dan gaan ze meer vertellen over het land. Op een grappige manier. En ja, ik ben dan zeg maar te gast. Dus dat is hartstikke leuk. En dan ga ik daarna gezellig met Ella richting het strand. En eventjes lekker gaan bakken daar. Want ik heb ook een zonnebrand meegenomen. Omdat het natuurlijk hartstikke lekker weer is vandaag. En dat wil ik natuurlijk niet gaan missen. Jongens, moet je eens even kijken over wat voor raar weggetje ik moet. Dit is gewoon een openbare weg dit, hè. What the fuck? Kijk hoe grappig, joh. Heel klein dorpje waar ik moet opnemen. Het lijkt net ergens een steegje in Frankrijk of zo, joh. Kijk dan. Holy shit. Maar goed, hier moeten we wel zijn als het goed is. Kijk eens jongens waar we zijn. We zijn op de boerderij en we gaan vandaag koeien knuffelen voor SchoolTV. Maar kijk eens even wat een schatje hier. Hallo. Wat een leukertje. Lekker in de wei met allemaal leuke koeien. Maar het probleem is, ik heb fucking veel last van hooikoorts. Dus zeg maar, nu in de wei staan met dit weer is natuurlijk niet ideaal. Moet je eens even kijken wat een leuk pakje kan. We doen net alsof we in Oostenrijk zijn. Dus dat is hartstikke leuk. En we gaan straks met een koe knuffelen. Dat is ook leuk. Maar we moeten even wachten tot de knuffelkoe. Blijkbaar loopt hier ergens een knuffelkoe rond. En die moet gaan liggen. Want ja, dan pas kunnen we gaan knuffelen. Blijkbaar heb ik een lekkere broek. lekker kwel erop. Top. Ach jongens, moet je nou toch eens even kijken. Ik zit hier lekker in een wei. Met een koe. Hey, met een weertje, 27 graden, met hooikoorts. Het is perfect. Kijk, en dit is hoe heet deze koe ook weer? Corrie. Dit is Corrie. Corrie, zeg eens even gedag tegen de vlog. Nou goed, hij is, zoals je ziet, is hij druk bezig met eten. Maar goed, het is gezellig. Kijk hem even lekker chillen. Ja, we kunnen bij een andere koe doen. Hey, Corrie. Die koeien komen hier staan, want ze denken dat dit eten is waarschijnlijk. Maar, Wow, jongens, de airco op vol blazen, want ik zit weer in de auto. Maar hey, mijn stuur is ook gewoon echt heel warm. Maar het was gezellig. Ik heb lekker met een koe geknuffeld. Het was echt helemaal perfect. Dat had ik altijd al willen doen. Maar goed, het is nu tijd om lekker van het zonnetje te genieten. Ik ga lekker naar het strand. Maar Ella die is pas om 2 uur klaar met werken. Dus ik ga eerst denk ik eventjes langs de zaak bij mijn pa even gedag zeggen. Dus Yeah! Hoi. Zo jongens. Ik heb Ella opgehaald, maar KitKat. Lekker. Zo, kijk, ik weet niet of jullie het aan mijn ogen zien, jongens, kijk. Maar ik heb echt aanval, het doet echt pijn gewoon ook. Het is echt... Maar ik heb net weer neuspray ingenomen, jongens. Die hooikoorts is echt niet nice. Maar goed, we gaan lekker naar het strand. Wat zie je nou te doen? Gaan we? Nee. Ik zit hier nu in de stad, want mijn moeder is in Turkije geweest en zij weet niet dat ik hier ben. Want zij denkt, hey, ik ga alleen met mijn vader zeg maar uit eten. Maar ze weet niet dat ik hier ben en Ruben komt ook zo, dus het is voor haar een verrassing. Maar ze is volgens mij een week weg geweest. Dus het is eigenlijk een soort van verrassing. En ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Nou, daar zijn we weer, mama. Ja. Was het een verrassing? Niet helemaal. Maar je had het door, hè? Ik had het wel een beetje door. Maar je hebt het verpest. Nou nee, ik verpest het niet. Maar je moeder is ongeveer die is 3 keer beter dan Sherlock Holmes. Ik vind het wel gezellig. Vind je gezellig? Ja, oh, ik ben zo blij. Mooi zo. En ik ga eten. Ik heb gedetoxed. Je hebt alleen maar sapjes gedronken, toch? Ik heb alleen maar sapjes gedronken. En ik ben 5 kilo. Nou, nu patat en een burger. Ruben heeft witte Nike Air Force aan met een zwart kort joggingbroekie, een wit shirt van Olaf. Ik heb zwarte Nike Air Force aan, een zwart joggingpakje en een wit shirt van Olaf. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga hier door de bush heen. En ik ben momenteel bij Oudekerk aan de Amstel. Want ik heb hier met Noah afgesproken. Want wij gaan eventjes lekker brainstormen voor Fanta. Want ja, we zijn nog steeds bezig met de Fanta-campagne. Met de wat Fanta smaak. En ja, we gaan lekker brainstormen over wat we nog allemaal kunnen doen. En hoe we het zo duidelijk mogelijk aan jullie kunnen vertellen. Dus dat gaan we doen bij Loesje. Het is een jongen met een pet op. Een blauwe pet. Hij heeft een blauw shirt aan. Een wit broekje. En een gouden ketting. Het is niemand minder dan rapper Shores. Nee. Dus het was al Noah Zeeuw? Oh ja. Ja, ik haal soms die twee door elkaar. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dat maakt niet uit. Hebben we willen seks gehad en een snik gegeten tegelijkertijd? Ja,
seks gehad en een snicker gegeten? Of een snikkel? Nee, ik niet. Jij wel? Nou, 1, 2, 3? Denk het niet. Laat me, jongens. Lekker geen pik. Lekker. Ricardo is nu onderweg naar boven, jongens. En ik ga hem laten schrikken. Volgens mij is het de eerste keer voor Ricardo dat hij hier is. Denk het wel. Ik ging hierboven, ik was al aan het kijken van oké, waar staat hij? Maar ik was op de verkeerde verdieping. Yo! Hey, is het de eerste keer dat je bent? Ja. Nou, kom verder, kom verder. Oké, okay, als dat ding crasht of iets, het is gewoon een laptop, dus dan ben je echt doel. Nee, hij gaat niet crashen. Hij gaat niet crashen, het is gewoon... Het is, we willen gewoon wat leuks toesturen. Wat zei je? We willen gewoon wat leuks toesturen. Yo, boys, zullen we de rekening vragen? Jelle Geers, of zeg ik Jelle Geer? Jelle is geen Jood, maar hij zit op zijn papier. Ik heb tikkie zo bestaan, al meer dan een half jaar. Willen we het eten, dan hoor ik alleen ja maar. Wat weet jij van FOMO? Jij blijft mij maar stressen. Telefoon op vliegtuigmodus, want je blijft me bellen. Kom niet met verhalen over jij en body ketsen. Ik heb helemaal klaar, maar Vinnie wil nog wat vertellen. Lieve Jelle, what the fuck is je probleem? Ik dacht je hoort bij Rick, maar die is nu niet om je heen. Nu ben je bij Gio en dat alleen voor de fame. Je moest letten op zijn dat de raam zat open, niet oké. Okay. Maar Jelle, wat denk jij? Jelle wordt niet blij. Als hij boos ziet lopen in de stad zonder zijn bijzijn. Oh, je hebt de boot gemist. Wij zijn aan het chillen en je bent gedist. Ik zeg eerlijk, het is wel hard nummer. Ik vind het wel leuk, het is wel een hard nummer. Ik dacht echt dat jullie een grapje maakten. Hij was toch best wel oké. Opeens gaan jullie heel die laptop kunnen besturen. Ik had dit nog nooit van. Maar ik vind het wel een hard nummer, want ik zeg het eerlijk. Mooi zo, nou daar zijn we blij mee. Het is wel een hard nummer. Maar ik schrik natuurlijk wel maar over jullie. Jullie kunnen zeggen, oh Jan is een zieke gast. Hij kleedt zich altijd zieke gast. Ik denk dat wij het beter bij het rappen kunnen houden. Ja. Kijk eens eventjes. Ik ben alvast aan het editen, want morgen heb ik geen tijd om te editen. Ella staat al helemaal klaar om uit te gaan. Helemaal klaar. Wat zie je er prachtig uit, zeg. Jeetje, mineetje, zeg. Wat moeten andere jongens in de club wel denken? Maar goed jongens, ik wil je bij de vlog afsluiten. Dus vond je daar een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.